dat vestingstadje Groenlo, dat verdient een heer van stand. Het idee is al een hele tijd geleden ontstaan. Verblijfsrecreatie en dagrecreatie is eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En om nou te zorgen dat die verblijfsrecreatie voor de toekomst goed toekomstbestendig is, hebben we eigenlijk dagrecreatie nodig. Het groeiend aantal toeristen dat de komende decennia uit binnen- en buitenland naar de Achterhoek komt. In Bommelstein zelf, het kasteel van heer Bommel, zit op de eerste ring zit het, de Bommelzolder, het museum van Marten Toonder, waar uiteindelijk alle oude stukken uit de oude doos met alle ballonstrips te zien zijn. Ook het oude bureau van Marten Toonder. En daarboven wordt straks de taal van Toonder uitgelegd. De Nederlandse taal is verrijkt met honderdduizenden uitspraken uit gezegdes van de ballonstrips van Marten Toonder, van Bommel en Tompoes, als u begrijpt wat ik bedoel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Denkraam, minkukkel, geld speelt geen rol. Er zijn verschillende uitspraken die ook in de dikke Vandalen opgenomen zijn. En dan wordt de taal van Toonder helemaal uitgelegd. De taal van Toonder is in 3 taalgebieden uitgebracht. Het Engels, het Duits en uiteraard in het Nederlands. De opa's en de oma's die kunnen hun kinderen en kleinkinderen meenemen naar een stukje uit het verleden, Bommel en Tompoes, de stripverhalen van Marten Toonder. En in dat opzicht is het juist heel erg mooi dat al die generaties in ieder geval iets van herkenning vinden in de bommelwereld. We staan hier voor het kasteel Bommelstein. Er komen ook nog 5 torens op. Heeft u enig idee wanneer die torens geplaatst worden? Ja, het zijn 4 torens die op het kasteel komen en de laatste is de kruittoren. Dus inderdaad 5 torens. Verwachting is dat die begin december ergens naar boven gehesen worden. Nationaal wordt het heel goed opgepakt. Afgelopen week stonden we nog in de Telegraaf. Gisteren kwam er een groot stuk op Euro-Amusement Industrie, dus een internationaal vakblad. De IAPA in Amsterdam stonden we, werd die goed ontvangen. Zetten we Groenlo letterlijk en figuurlijk in het hart van de Achterhoek. Dus zonder ook nog maar iets aan marketing promotie te doen, wordt het al heel goed ontvangen. De planning nu is, maar die kunnen we nog niet 100% garanderen, dat we 1 september gaan starten voor parkgasten, een soort proefopening. En op 1 oktober gaan we de commerciële opening draaien.